Woensdagmorgen na het persgesprek. We praten even na met wethouder Herman Mulder. Ik heb dit onderwerp eruit gekozen, de parkeergarage. Dan zul je zeggen, ja, wat moet je nou met die parkeergarage? Maar de parkeergarage was in het persgesprek in beeld. Wat is er aan de hand? Wat gaat daar nu mee gebeuren? In feite gaat het niet veranderen. Wat we hebben geconcludeerd is een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, hebben we gezegd, we doen de parkeergarage gratis maken. Maar we zien ook dat mensen daar oneigenlijk gebruik maken. Er stonden aanhangers en mensen begonnen het echt gebruiken als een stallingsruimte. Daarvan hebben we gezegd, dat is niet de bedoeling. Dus we hebben daar parkeerbeleid op ontwikkeld. En het is nu zo dat er tussen zeg maar 1 en 7 kun je er niet meer parkeren. Er is geen toegankelijke parkeergarage. Of je moet een ontheffing hebben. We hebben wat ontheffing gegeven aan mensen die wonen in de blauwe zone. En mensen eventueel in oudbonnen konden er ook een beroep op doen. En we komen nu tot de conclusie dat het systeem goed werkt. Er wordt gebruik van gemaakt. En we hebben gezegd, nou, je zou kunnen zeggen dat je maximaal 10% van de parkeerplekken die je hebt, die stel je beschikbaar aan mensen eventueel uit oudbonnen die zelf geen parkeerruimte hebben. Dat hebben we nu besloten. En daarmee gaan we verder met onze parkeergarage, die goed gebruikt wordt de laatste jaren. Maar dat is dus een vervolg op die eerste maatregel. Want ik kan me herinneren dat er misschien een jaartje geleden ongeveer ineens een bord kwam dat er niet meer 's nachts geparkeerd mocht worden. Dat was ons nieuwe beleid. We zagen dat het oneigenlijk gebruikt werd. En daarvan hebben we gezegd, dat moeten we stoppen. Het is een parkeergarage die moet helpen bij het cultuurhuis, maar ook het centrum en de leefbaarheid. En toen hebben we gezegd, maar er zijn 2 doelgroepen die kunnen een ontheffing aanvragen. Dat is iemand die woont in de blauwe zone en geen ruimte heeft. Of mensen die in oudbonnen wonen die ook parkeerproblemen hebben. En die hebben we gefaciliteerd en daarvan hebben we gezegd, nu, daar gaan we weer door. Kopen die als het ware een parkeerplaats? Nee, die huren een ontheffing. En daarmee hebben ze ruimte in de parkeergarage. Maar dat is niet dezelfde plek. Het is geen plek die we zeggen, hier mag u niet gaan staan. Die wordt gewoon, u moet een plek zoeken. Is het dan ook nodig dat u zegt van, we stellen zoveel parkeerplaatsen beschikbaar? Nee, het was een idee wat van onze kant is gekomen. Als we nou 10% doen, houden we 90% over voor iedereen. Voor het cultuurhuis, maar ook bezoekers aan het centrum. En we willen eens kijken hoe dat werkt. Tot nu toe komen we nog niet steeds aan die maximale 10%. Dus dat gaat op zichzelf prima. Ja, maar dat is dus wel het maximum? Ja, voorlopig is dat het maximum. Dat hebben we nu vastgesteld. Oké. Het is duidelijk. Ja. Merci. Oké.